Ik ben Job, ik woon in de stad Groningen. Ik ben in de Nederlandse klimaatbeweging, dus ook in Code Rood actief en ook in het Groninger gasverzet altijd. Dus voor mij kwamen er twee dingen heel erg samen tijdens deze actie. En hoe voelde dat? Ja, het voelde heel geweldig. Op heel veel momenten en heel veel. Ik denk dat het heel goed is geweest wat we hier met z'n allen gedaan hebben. Denk je dat we echt iets bereikt hebben? Ja, dat denk ik zeker, ja. Okay. En ik denk ook heel veel dingen om op voort te zetten. En, Hoe zie je het verder gaan nu? Ik denk dat het heel belangrijk is dat we. Er zijn alweer een heleboel dingen. De agenda vult zich alweer, maar het is heel belangrijk is dat wij ieder gewoon goed even weer tot rust komen en laten bezinken. En er zijn ook wel een aantal dingen die al vrij snel opgepakt moeten worden, denk ik. Maar dat moet wel een beetje met een herstel gepaard gaan. Dus, maar dan moeten we, of dan wil ik er wel weer vol tegenaan. Er zijn weer een heleboel lijntjes uitgezet. Wat is een voorbeeld van zo'n lijntje? Bijvoorbeeld, we hebben toch een heleboel lokale mensen bij de actie weten te betrekken. En we waren in de organisatie daar ook al mee bezig. Ik zat ook in de mobilisatie voor Groningen. En we hebben ook een heel aantal mensen nog niet weten te bereiken. En dan heb ik het eigenlijk met name ook over de andere provincies waar soortgelijke, zij het kleinschalige, maar ook fracking misschien plaatsvindt. Of in Twente bijvoorbeeld, waar allerlei afval de grond in gaat van wat hier bij de gaswinning gebruikt wordt. In Friesland heb je allerlei problemen, ook met zoutwinning en zo. De sluispoorten van Harlingen niet meer dicht kunnen vanwege de bodemdaling daar en zo. Okay. Ja. Maar ook kleine velden en zo. In andere provincies in Drenthe heb je ook mensen die van onze bevingen last hebben. Het is groter dan. Alleen, het is een heel uitgebreid probleem. We zijn dus zowel in onze provincie als in een heleboel andere provincies hebben we soortgelijke dingen en we moeten dat verenigen, want het moet helemaal anders. Dus. Ja, super. Okay. Laatste vraag. Ik neem aan dat je ook zo naar huis gaat. Ja, ik weet het niet. Ik blijf hier wel bezig opruimen vandaag en ik heb zelfs gehoord dat er morgen ook nog dingen zouden moeten gebeuren, dus ik heb er vrij voor genomen, dus ik kan, en het is weekend natuurlijk ook, maar dus ik kan hier gewoon of ik heb het weekend ook vrij gehouden, laat ik maar zeggen, dus wat ik wilde vragen was wat ga je doen als je thuis komt? Ja, dat weet ik nog niet zo, wel even lekker helemaal niks. Ja. En dan toch ook alweer even kijken wat er allemaal op touw staat. Ja. Ja, want er zijn toch ook wel weer dingen die weer komen. Dus. Ja. Oké, dankjewel. Ja, graag gedaan.